afgaans dus. Veel gevallen worden erfraak genoemd, maar zijn dat helemaal niet. Ik ken die zaak een beetje. Ik word niet snel meer treurig van heftige strafzaken, maar dit is wel een heel gruwelijk einde. Ik heb twee echte erfraakzaken gedaan, moord, maar dat zijn echt zeldzaamheden. En erfraak is ook geen islam, ook een misverstand aldus Mark Lauriks, senior adviseur strategie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.